We beleven de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het belangrijkste dat ik wil realiseren als staatssecretaris is ervoor zorgen dat de mensen die een visum aanvragen, die in dit land willen komen werken, studeren, bijdragen aan onze economie, dat die welkom zijn, dat die hier best welkom zijn, maar dat de mensen die hier willen misbruik maken van onze gastvrijheid, dat die moeten geweerd worden, dat die mensen niet welkom zijn en dat mensen die hier zich crimineel gedragen, dat die worden zo snel als mogelijk het land uitgezet, het vliegtuig opgezet en teruggestuurd. Onder de socialisten lagen de asielzoekers in een park, onder een boom in de kou of op een harde bank in Brussel-Noord. En van dit kabinet ben ik best fier en trots dat we iedereen bed, bad, brood hebben kunnen aanbieden. Ook in de donkere wintermaanden van 2015-2016. Je kan geen rechtvaardig migratiebeleid maken zonder het sluitstuk van een terugkeerbeleid. Want als uiteindelijk iedereen hier blijft die eigenlijk moet terugkeren, ja, dan heeft het ook allemaal niet veel zin. Wat er gebeurd is onder 30 jaar Partij Socialist, onder 30 jaar socialistisch en links beleid, is eigenlijk een verhaal dat in mijn ogen niet solidair is, niet sociaal is, maar averechts werkt. Men heeft honderdduizenden mensen de Belg gemaakt zonder integratievoorwaarden via de Snel Belgwet. Men heeft ervoor gezorgd dat mensen die in de illegaliteit onderdoken, dat die meer beloond werden via een regularisatie dan afgestraft werden via het repatriëren. Om heel het terugkeerbeleid te versterken hebben we ervoor gekozen om het aantal plaatsen in de gesloten centra te verhogen. Ik ben begonnen met 400 plaatsen in de gesloten centra, wat een absoluut minimum is. We zijn naar 600 plaatsen ondertussen geëvolueerd op 2 jaar tijd. Dat is nog te weinig. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Maar we zijn toch echt in de goede richting aan het gaan. En die plaatsen zorgen ervoor dat we meer illegalen kunnen uitwijzen. Daarnaast hebben we een aantal akkoorden gesloten met landen van herkomst om ze ook terug te nemen. We hebben na 16 jaar onderhandelen eindelijk een akkoord bereikt met Marokko. En we hebben heel wat Marokkanen die geen verblijfsrecht hebben. Ook een aantal die in de gevangenis zitten en die moeten terug. Daarnaast zullen we ook de komende maanden akkoorden proberen te sluiten met landen als Irak, met landen als Somalië, Algerije, Tunesië. Dat is een van mijn grootste bezigheden elke dag. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van 2016 is het feit dat ervoor gezorgd is dat de asielchaos gestopt is. Men weet nu wel wie binnenkomt. Men registreert asielzoekers in de hotspots die er gebouwd zijn in Griekenland en in Italië. De grote uitdaging voor 2017 is na het stoppen van de instroom via Turkije, dat nu ook de instroom vanuit Libië moet gestopt worden. Het kan nooit de bedoeling zijn dat iemand een vrij toegangsticket krijgt op het Europese continent als hij $10.000 betaalt aan een mensensmokkelaar via een illegaal bootje. Stop die verdrinkingen. Er moet een anti-verdrinkingsplan komen voor het hele Europese Middellandse zeegebied. En dat is de verantwoordelijkheid van Europa. En dat is ook waar ik op Europees niveau dag in dag uit mee bezig ben om dat te realiseren. Dat zal zijn tijd nemen. Maar de mensen mogen goed weten dat ik zeer goed weet waar ik naartoe wil. En dat ik zeer, zeer vastberaden ben.